Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het perspartje afloop van de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Jong Ajax. De wedstrijd die bezocht werd door 4212 toeschouwers. We zagen één doelpunt. In 63 minuten werd het 0-1. Doelpunt van Abdal Malek Al-Hasnaoui. Er was één gele kaart aan de zijde van Jong Ajax. Dat was voor Geraldo Becker. En de rest waren er geen andere statistische feiten in deze wedstrijd. Dus we gaan over naar de analyses van de beide trainercoaches. We beginnen aan de zijde van Jong Ajax. Het woord is aan Alfons Groenendijk. Dank u wel. Ja, die wist natuurlijk dat het niet makkelijk is om hier te winnen. Dat bewijst Fortuna iedere keer weer. Het is al lang ongeslagen en zeker hier heel moeilijk te verslaan. Ik had de eerste helft het gevoel dat we redelijk goed in de wedstrijd zaten. We konden toch regelmatig de vrije man vinden zonder dat het nou heel veel kansen opleverde. Fortuna had wel ook een mogelijkheid om te scoren, zeker in het begin. Maar we hadden een uitstekende Mickey van der Hart vandaag, die ons zeker op dat moment er doorheen trok. Ja, en ik had wel in de rust het gevoel dat er wat meer in zat. De tweede helft denk ik dat we een prima goal maken, een geweldige aanval. En ja, dan sta je in één keer 0-1 voor en dan begint eigenlijk de thuisclub aan een enorm offensief en daar hadden wij het moeilijk mee. Zij gingen nog meer spitsen brengen en het was echt vrouwen en kinderen eerst bij ons. En ja, daar zijn we niet zo goed in. En we hebben wel geleerd dit seizoen, want er zijn echt periodes geweest dat wij dit soort wedstrijden nooit zouden winnen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet tegen zat vanavond. Een uitstekende redding nog gezien van Van der Hart en nog een bal binnenkant paal. Aan de andere kant vond ik dat we zelf ook wel daardoor ruimtes kregen, omdat Fortuna echt volle bak naar voren ging. Dan moet je misschien zelf in de omschakeling en de ruimtes die je krijgt, moet je daar ook wel iets meer mee doen. Er waren mogelijkheden om dat beter uit te spelen. Ja, wij krijgen misschien iets te veel vanavond, maar ja, daar hoor je me niet over klagen, want het is ook wel andersom geweest. En wat dat betreft zijn we al een uitstekende serie bezig. We hebben nu 5 op rij gewonnen. Daarvan was dit de meest zwaar bevochten overwinning van die 5. En wat dat betreft ben ik heel erg trots op de jongens, op de vechtlust die ze hebben getoond. En ja, voor Fortuna was het spijtig. Maar wij zijn er niet minder blij om. Dankjewel. Oké, dankjewel. Gaan we over naar de analyse van de trainer-coach van Fortuna Sittard. Het woord is aan Wil Boeze. Dankjewel. Ik ben eigenlijk wit-heet. Ik moet mijn emoties onder controle houden. Want ik ben er nooit zo teleurgesteld geweest in die 2 jaar dat ik bijna hier werk. Het is schandelijk hoe wij met de kansen omgaan. Ik kan er geen ander woord voor vinden. Ik denk dat we de eerste helft beginnen we goed. Ja, Ajax, goed voetballende ploeg. Dan weet je ook dat je daar tegen kan voetballen. Dat hebben we prima gedaan in de eerste helft. We moeten op voorsprong komen met Javaro. Het is gewoon een 100% goal kans. En tegen het niveau van de tegenpartij heb je hem boven de kruising erin hangen. Dan sta je dan al met 1-0 voor. Daarna hebben we het even wat moeilijker in de eerste helft. We krijgen hun wat kansjes. Als ze ook 1-0 kunnen maken. En de goal in de tweede helft die zag ik gewoon aankomen. Ik ging al brengen omdat die bal vast is voorin. Het middenveld en een beetje overlopen. Ik was er langs de kant was ik al een schreeuw om pressie naar voren te zetten, wat we in eerste helft bij Vlagen uitstekend deden. Nou, dat viel helemaal weg. De achterhoede liep achteruit. Ja, dan roep je het onheil over je heen en dan flitsen ze erheen met hun snelheid en balvaardige spelers. Maar goed, staat dan 1-0. En dan probeer je door middel van wissels probeer je nog wat meer te doen en meer pressie naar voren te spelen. Ja, wat dan daarna in 20 minuten is gebeurd. Ja, ik kan het niet beschrijven. Het gaat helemaal nergens over. Als je op die manier met de kansen ontspringt, dan kan je nooit de potenties hebben om play-offs te halen. Want die kun je nu lekker in de ijskast leggen. Want het had vandaag moeten gebeuren. Er stond wel wat druk op. En, misschien dat het probleem is een mentaal probleem. Dat sommige jongens niet finales kunnen spelen waar het om gaat. En wat mijn collega Alfons zegt, het is soms ook erop poetsen. Dan moet je ook een beetje de goden mee hebben, die hebben we niet mee gehad vandaag. Maar het is pijnlijk. Het is pijnlijk van
alle werk wat je doet. En, ik vind dat, dat deze club, ja, met een moeilijke situatie waar ze in zitten, wat voor de spelers alles doet om alles geregeld te krijgen, vind ik dat de spelers te weinig terugbetalen. Daar ben ik klaar mee. Dank je wel. Oké, dank je wel. Deze toelichting. Goed, dames en heren, zijn er vragen aan uw zijde? Ik zie geen vragen. Nou, dan dank u allen voor uw komst. Mensen van Ajax, veel succes in de rest van de competitie. Een goede thuisreis. U zien we gaande terug volgende week vrijdag. Dan is de topper tegen Jong PSV.